Welkom bij de online presentatie van de HBO verpleegkunde voltijd in Nijmegen. Normaal gesproken tijdens een open dag kom je hier op school, gaan we eens rondkijken, praat je met docenten en praat je vooral ook met studenten en kijk je hoe onze opleiding in elkaar zit en heb je allerlei mogelijkheden om informatie te krijgen over de opleiding. Helaas, door corona kan dat niet. De school zit dicht, dus nu moeten we het online doen. Ik ben René van der Berg. Ik ben een van de docenten verpleegkunde en zal proberen je door deze presentatie heen te leiden, zodat je meer informatie krijgt van wat we doen, hoe we het doen. En als je dan een vraag hebt, dan zou ik je zeker aanraden om contact op te nemen tijdens deze open dagen met studenten en docenten in gesprek te gaan, zodat je toch nog iets persoonlijker informatie krijgt over wat wij zoal doen. Welkom! Voordat ik wat meer ga vertellen over hoe de opleiding inhoudelijk eruit ziet, eerst een stukje terug in de geschiedenis. HBO verpleegkunde. Dat bestaat al een aantal jaren, maar er zijn 17 HBOV's en die deden dat eigenlijk allemaal op hun eigen manier. En vanuit het werkveld, dus vanuit het ziekenhuis en de instellingen, kwam steeds meer de vraag van ja, maar weet je, wat houdt dat diploma nou in? Wat kunnen we van die mensen verwachten? Nou, dat heeft geleid tot het opschrijven van gezamenlijke kenmerken van wat is nou een beroepsprofiel voor verpleegkundigen. Wat doen verpleegkundigen, wat zijn verpleegkundigen en welke kennis en vaardigheden hebben ze in de loop van de tijd geleerd. Nou, toen dat stond, toen zijn alle opleidingen HBV's bij elkaar gezet en zeggen we, nou, als dat beroepsprofiel er is, dan gaan we vervolgens ook kijken van hoe we dat in de opleiding zo gelijkmatig mogelijk vorm kunnen geven. En dat betekent dus dat het niet meer uitmaakt naar welke school je gaat, je opleiding en je diploma is overal hetzelfde. Nou is een HBO-opleiding ook een bacheloropleiding. Dat maakt dat we dus in een nieuwe variant zitten, bachelor-master. Nou, als je een bachelor bent, dat betekent ook dat je dus een internationaal erkend diploma hebt. Dus je mag ook in het buitenland gaan werken. In het beroepsprofiel is antwoord gegeven op de vraag van wat doet een verpleegkundige nou eigenlijk. En dat is dus opgenomen in het opleidingsprofiel en dat zie je terug in de lessen die je op school krijgt en de stages die je in de praktijk gaat volgen. De belangrijkste rol, het zijn er 7, de belangrijkste rol die een verpleegkundige vervult, dat zal je niet verbazen, dat is de rol van zorgverlener. Wij zijn degene die aan bed staan bij de patiënten, cliënten, zorgvragers in het algemeen. Maar daarnaast hebben we ook een rol als communicator. Wij zijn gesprekspartner, in eerste instantie voor de zorgvragen, maar ook naar andere mensen als familie, naasten, maar ook de doktoren, de fysiotherapeuten, de diëtisten, de laboranten, iedereen die er rondom de patiënt staat, daar hebben wij een rol in. En dat betekent dat je moet leren professionele gesprekken te voeren. Dat is iets anders als, hoi, wie ben jij en hoe gaat het met je? Nee, wat mankeert een patiënt eigenlijk? En hoe komen we dat te weten? En wat zijn nou echt de vragen die er liggen? Nou, in tijden van corona heb je al gemerkt dat dit een stukje is waar verpleegkundigen op dit moment heel veel moeite mee hebben. Je moet het verbergen achter een masker, dat je mensen niet meer aan mag raken, dat achter gelassen met familie gesproken moet worden. Dat zijn onderwerpen waar wij tegenaan lopen als verpleegkundigen. Daarnaast heb je ook een rol als samenwerkingspartner. Je werkt als verpleegkundige nooit alleen. Je werkt altijd met een heleboel andere mensen samen. Wat ik al eerder noemde, een aantal andere, zoals dat heet, disciplines, zoals doktoren, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, laboranten, orthopedagogen, psychologen, noem maar op. En je hebt natuurlijk ook de samenwerking met de familie, waarbij je de rol vervult als gesprekspartner tussen de patiënt en de familie. Daarnaast heb je natuurlijk ook een samenwerking te maken met je collega's. Je werkt nooit alleen in de zorg, je doet het altijd als een team. En de belangrijkste samenwerkingspartner is natuurlijk de patiënt zelf. Een andere rol, en dat is het oranje vakje, gezondheidsbevorderaar. Dan gaat het over dat stukje van de zorg die wij verlenen voor mensen die niet ziek zijn, maar ziek kunnen worden. Dan heb je het over preventie. Hoe kun je nou voorkomen dat mensen ziek worden? Hoe kun je zorgen dat ze hun leefstijl aanpassen en dat ze de dingen die hun leven zou verbeteren, zo kunnen inrichten dat je voorkomt dat ze ziek worden. Nou, de rol van organisator, dat mag duidelijk zijn. Wij plannen, regelen, documenteren, registreren, alles. Wij zijn de spil in het web rondom de patiënt die regelt met iedereen dat de zaken goed lopen en op tijd gedaan worden. En goed gedaan worden.
En dan komen we gelijk bij de volgende, de donkergroene, de kwaliteitsbevorderaar. Als verpleegkundige probeer je het beste van het beste te geven. Maar wat is nou goed? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt nu in tijden van corona, dan zijn er dus eigenlijk twee soorten groepen. Mensen die zeggen, je moet zo snel mogelijk gaan vaccineren. En mensen die zeggen van, ja, is dat wel zo? Wat is dat vaccin nou eigenlijk? En wat doet dat corona nou eigenlijk? Dus het lezen van onderzoeken en proberen de beste resultaten die op dit moment bekend zijn, dus werken op basis van feiten. Dus je gaat ook veel de literatuur in. Wat is er nou bekend over het onderwerp? Wat weten we van die ziekte? Waarom doen we dat nu anders dan 10 jaar geleden? Dat soort vragen. En als laatste, misschien wel de belangrijkste rol, is de rol van reflectieve professional. Dat is voor jezelf, individueel. Bij alles wat je doet, blijf je afvragen, doe ik het goede? Had ik het beter kunnen doen? Hoe moet ik het de volgende keer anders doen? Wat heb ik ervan gevonden? En hoe bespreek ik dat met anderen? Nou, al die 7 rollen komen gedurende de opleiding in elk lesblok terug en maakt aan het eind dat je een diploma hebt waarin je al die 7 rollen op een goed niveau kunt vervullen. Nou, waar werkt een verpleegkundige nou? Met name HBUV-verpleegkundigen. Wij hebben een scala van werkvelden. Ziekenhuizen, dat zal je niet verbazen, maar ook verpleeghuizen. Waar oudere mensen over het algemeen zitten die het niet meer thuis redden en zorg nodig hebben, maar niet in een ziekenhuis hoeven te verblijven. Daarnaast de geestelijke gezondheidszorg, vaak ook psychiatrie genoemd. Dat gaat voor mensen met geestesziekten, mentale kwesties, gedragsstoornissen, depressies, noem maar op. Je kunt ook gaan werken in de gehandicaptenzorg, zowel de lichamelijk gehandicaptenzorg als de verstandelijk gehandicaptenzorg. Daarnaast zie je ook steeds meer dat mensen niet heel lang in een ziekenhuis verblijven, maar thuis zorg nodig hebben. Dat doet de wijkverpleging. Bij de GGD kun je ook gaan werken, waar ze naast allerlei corona-activiteiten op dit moment, als schoolverpleegkundige kun je er aan de slag, wat kun je nog meer? Ze hebben een solarpolie, ze hebben een reizigerspolie, heel veel activiteiten waarbij mensen naar de GGD komen voor hun klachten, maar niet plekken blijven, dus in de thuissituatie zitten. En dat kunnen ook gezonde mensen zijn, het kan ook preventie zijn. Ook in het leger vragen ze steeds meer om verpleegkundigen. En daarnaast zijn er nog een scala van andere plaatsen waar je terecht kan komen in de verslavingszorg. Wat hebben we nog meer? Je kunt in het buitenland gaan werken. Je kunt bij een huisarts gaan werken, etc. Al die mogelijkheden komen aan bod. Nou, hoe groot is nou de kans dat je als verpleegkundige, als HBO-verpleegkundige, werk vindt? Nou, maak je geen zorgen, met een bachelor nursing kun je dus al die kanten op, dus er is mogelijkheid zat. Wat jij later gaat doen, dat is jouw keuze. Maar je krijgt het allemaal te leren en uiteindelijk bepaal je wat jij het leukst vindt en waar jij gaat werken. En, ja, dat mag ik wel zeggen, men schreeuwt om verpleegkundigen. Er is werk genoeg, maak je daar maar geen zorgen over. Nou, hoe ziet de opleiding er nou uit? We hebben 4 lerenjaren. En eigenlijk is het eerste jaar dat je leert kennismaken met het beroep. Wat doet de verpleegkundige nou? Waar kom je ze tegen? En welke werkzaamheden zijn er? En dat betekent dat je dus theorie krijgt, maar ook vaardigheden. Je leert een aantal dingen. Je begint heel simpel met wassen, maar ook dat is al belangrijk. Vervolgens ga je leren injecteren, maar je leert ook communiceren. Een gesprek voeren met een patiënt die mogelijk in de war is, of verdrietig is, of het allemaal niet snapt. Het hele werkveld. Zoals ik al zei, al die dingen die ik net in het vorige jaar noemde, daar gaan we aandacht aan besteden. Nou, in het tweede jaar gaan we dan doorontwikkelen. Dan ga je stage lopen. Dan ga je 8 weken de praktijk in. Dat kan overal zijn. Qua stages moet ik er even bij zeggen dat we dat doen we vanuit Nijmegen. Wij regelen de stages. En dat maakt dat we proberen dat iedereen niet te veel reist. Want je moet morgen soms vroeg of je moet 's avonds laat doorwerken. En we streven ernaar dat iedereen een plek krijgt op een stageplek in de buurt van zijn woonomgeving. In het derde en het vierde jaar, ja, dan gaan we echt aan de bak. Dan heb je 2 keer een half jaar stage. In het derde jaar een stage die je van ons aangeboden krijgt. Want nogmaals, omdat we je zo breed mogelijk willen opleiden, gaan we dus in alle werkvelden kijken of je een keer een plekje hebt. In het vierde jaar mag je kiezen. Ik zeg met nadruk, mag je kiezen. Kijk, als iedereen in 1 keer allemaal naar de kinderafdeling wil, ja, dat gaat niet lukken. Zoveel plekken hebben we niet, maar je mag je voorkeur aangeven. En waarom doen we dat? Zodat je in ieder geval in je laatste stage zoveel mogelijk al gericht kunt zijn op de plek waar je later wilt werken, zodat je echt goed voorbereid bent. Daarnaast heb je in het derde en vierde jaar een zogenaamde minor en een kwaliteitsonderzoek.
kwaliteitsonderzoek. Dat betekent dat je met twee in duo's een onderzoeksvraag vanuit de praktijk. Hey, hebben jullie geen studenten die voor ons dit of dat uit willen zoeken? Nou, dat ga je opbouwen en dat voer je uit met interviews, enquêtes. En daar maak je een mooi rapport van waar de opdrachtgever, en vaak zijn dat instellingen vanuit de praktijk, die zeggen van, hey, hebben jullie niet mensen die dat voor ons dus echt goed uit willen zoeken? Hoe zit dat nou allemaal? En daar schrijf je een onderzoeksrapport over. Daarnaast heb je de minor. Een half jaar, dat kan in het derde of in het vierde jaar zijn, afhankelijk van welke minor het is, keuzeonderwijs. Dus dan kun je een half jaar je verdiepen of verbreden op een onderwerp wat je leuk vindt. Nou, laat ik een aantal noemen. Er zijn mensen die willen iets met kinderverpleging. Nou, dan ga je daar wat in verdiepen. Er zijn mensen die zeggen van, nou weet je, oncologie vind ik wel heel leuk. We hebben daar wel wat over gehad op school, maar hoe zit het nou echt in elkaar? Dan ga je een minor oncologie doen. Je kunt ook kiezen voor een minor high care, waarbij je wordt voorbereid op de hoge technische zorg. Dus op een eerste hulp, op een intensive care. Dat wil niet zeggen als je de minor high care gedaan hebt, dat je een IC-verpleegkundige bent, maar je hebt wel een hele grote opstap gemaakt om daar te kunnen gaan werken. En een bijzondere minor is de minor internationalisering. Dan ga je een half jaar naar het buitenland, stage lopen in een instelling in het buitenland. Dat hoef je niet zelf te zoeken, dat regelen wij allemaal. Of je gaat een half jaar op een andere hogeschool of universiteit in het buitenland les volgen. Hoe ziet het eerste jaar ernaar uit? Wij streven ernaar om groepen niet te groot te maken. Want je moet heel veel samenwerken. En daarom zeggen we hooguit 24, maar het liefst 20 studenten in één groep. Wat doen die groepen dan? Die hebben 3 dagen les van 6 uur. Reken je nou niet rijk dat je denkt van 18 uur les in de week? Oh, dat is chill. Nee, daarnaast moet je natuurlijk ook wel activiteit buiten de contacturen doen. Voorbereiden, nabespreken, opdrachten in groepjes uitwerken. Wat doen we nou op die 3 dagen op school dan? Dan hebben we eigenlijk 3 hoofdthema's. Verpleegkundig redeneren, anatomie, fysiologie en vaardigheden. Verpleegkundig redeneren is het leren van hoe je als verpleegkundige werkt. Wat zie ik bij een patiënt? Wat heeft hij echt nodig? Hoe organiseer ik dat? Waar komt dat vandaan? Welke acties ga ik vervolgens ondernemen? En leiden die acties nou tot datgene wat ik wil? Wordt de patiënt daar beter van? Kan die het zelf weer? Zo niet. Wat heb ik dan niet goed gedaan? En dan begin je overnieuw. Wat is er dan nodig? Dus dat is een cyclus die de hele tijd doorloopt. Dat doen we aan de hand van casussen. Daar kom ik zo meteen op terug. Anatomie, fysiologie. Ja, dat is het vak van hoe zitten we in elkaar? Botjes, spiertjes, organen. En hoe werken ze dan? Want je moet eerst weten hoe iemand in elkaar zit. En hoe het werkt. Om voor ons te kijken van hoe moet je dan handelen als het niet goed werkt. Dus als iemand ziek is of een stoornis of een beperking heeft. En we hebben vaardigheidsonderwijs. Het doe-onderwijs, zeg ik altijd. En dat kennen we op 3 manieren. We hebben communicatieve vaardigheden, dat zie je in het plaatje linksboven. Gespreksvaardigheden, waarbij je werkt met simulanten, acteurs die de rol van patiënt aannemen en waarbij je gesprekken voert. Daarnaast heb je verpleeg technische vaardigheden, dat zie je eronder. Dat is in ons praktijkhuis, ons mini-ziekenhuisje. Daar leer je dus dingen doen en zoals je op het plaatje ziet, dat kan het aanleggen van een verband zijn. Maar het kunnen ook injecties zijn, bloeddruk meten, temperaturen, maar ook wassen, tanden poetsen, mensen tillen op een goede manier, zodat je en de patiënt geen kwaad doet en je rug geheel houdt en reflectieve vaardigheden. Dat is wat ik straks al zei van het continu terugkijken op je eigen handelen. Wat heb ik er nou van geleerd? Waar ben ik tegen aangelopen? Hoe zou ik dat de volgende keer anders doen? Dat komt dus elke week terug. Dat doen we aan de hand van zogenaamde casuïstieken. Elke week hebben we een verhaal beschreven van een patiënt die iets mankeert. En in dat levensverhaal staat ook een stukje van hoe zijn thuissituatie is, hoe oud die is en welke klachten die heeft. Nou, dat is eigenlijk wat je tegenkomt als je in een eerste contact met patiënten in een zorgsituatie komt. Hoe gaat het met u? Wat is er aan de hand? En vervolgens moet je daar dieper induiken van wat mankeert zo iemand nou? Elke week hebben we dan een ander ziektebeeld. Wat ook uitgewerkt wordt bij anatomie fysiologie. Dus, oh, deze mevrouw heeft diabetes, maar wat is dat dan? Heeft dat iets met de alvleesklier te maken en er was toch iets met insuline? Hadden we dan verschillende type diabetes? Dus dat wordt uitgewerkt. En vervolgens ga je ook in het gesprek met de simulant die de rol aanneemt van de persoon met de casus. Ja, zal ik ondertussen duidelijk zijn,
Die lessen vragen wel dat je goed voorbereid bent. Je krijgt wekelijks uitgebreide opdrachten die je als groepje voorbereidt. En dus als je in de klas komt, is het niet van meneer, vertel maar wat we moeten doen. Nee, jongens, wat hebben jullie al gevonden? Wat weet je al? Waar heb je nog vragen over? En hoe kunnen we samen kijken hoe we dat zo goed mogelijk door de les heen steeds duidelijker krijgen? Wat moet je nou hebben om hier te komen? Nou, eigenlijk een diploma. HAVO, VWO of MBO 4. Ik zeg met name MBO 4, omdat het niet uitmaakt welke richting. Je hoeft geen MBO verpleegkunde te hebben. Het mag ook elke andere opleiding zijn. Als je een geldig diploma hebt, ben je welkom. Vaak wordt er dan gevraagd, ja, maar moet je ook biologie hebben? Nee, biologie is niet verplicht. Ook zonder biologie in je profiel of in je opleiding maakt niet uit. Het zal wel duidelijk zijn dat het in het begin misschien betekent dat je iets harder moet werken. Maar de ervaring leert dat mensen zonder biologie ook best door de opleiding heen komen. Want, dat is de tweede zin, je moet het wel kunnen, je moet het wel weten. Klinkt misschien flauw wat ik nu zeg, maar als iemand met hartklachten bij je komt en je weet niet eens waar dat hart zit en wat dat hart doet, dan wordt het wel lastig. Maar dat gaan we je allemaal leren. Ik zei al, de opleiding duurt 4 jaar, maar we hebben 2 varianten waarin je af kunt studeren in minder dan 4 jaar. De zogenaamde versnelde of verkorte route. Dat zijn 2 varianten en de overeenkomst is dat je dus eerder klaar bent, maar er zijn verschillen. De versnelde route is voor mensen met een VWO-diploma. De verkorte route is voor mensen met een MBO-verpleegkunde-diploma. Nou, wat is nou de versnelde route? Een aantal jaar geleden kwamen we er steeds meer achter dat studenten met een VWO-achtergrond zeiden van ja, weet je, eigenlijk is die HBOV best wel makkelijk en het gaat allemaal zo langzaam en ik zou eigenlijk veel sneller willen en wat meer geprikkeld worden om toch de dingen te doen die we wilden doen. Nou, daar zijn we eens goed over na gaan denken en toen hebben we een opleidingsvariant gemaakt die eigenlijk 1 jaar winst maakt. Dat houdt in dat je de theorie uit het eerste en tweede jaar in 1 jaar krijgt. Dus je gaat wat sneller door de stof heen en het vraagt iets meer aandacht. Maar over het algemeen blijkt dat mensen met een VWO-achtergrond dit hartstikke lekker vinden, want ze worden uitgedaagd om de dingen te doen die ze graag willen doen. Het aantal stages blijft gelijk en dat maakt eigenlijk dat je na het eerste jaar al halverwege je tweede jaar zit, dan je tweede jaar stage al gedaan hebt en dan doorschiet naar het derde en vierde jaar. Dan kan ik me voorstellen als je VWO-achtergrond hebt, dan denk je van ja, maar is dat niet zwaar? Ik zeg altijd, en ik niet alleen, wij vinden dat allemaal, als je een VWO-diploma hebt, doe het wel. Want je gaat sneller en als blijkt dat je het toch te moeilijk vindt, kun je altijd nog terug. Als je start in de reguliere 4-jarige opleiding en je wil daarna toch nog doorsteken naar de VWO, dan kan dat niet meer, want die zijn dan al verder. Nou, als je VWO'er bent en je wilt je aanmelden voor de VWO-route, dan hoef je eigenlijk niet zoveel te doen. Je meldt je gewoon aan volgens de aanmeldingsprocedure. Wij zien op je formulieren dat je VWO hebt en voordat het jaar start nemen we contact met je op en zeggen van wil je dit gaan doen of niet? Nou is het wel zo dat we genoeg VWO'ers moeten hebben om minimaal een klas te vullen van 20 studenten. Maar maak je daar geen zorgen over. De aanmeldingen die er tot nu toe geweest zijn afgelopen jaar is dat altijd gelukt. En zijn dat eerder 2 of 3 klassen dan 1 klas. Dan de verkorte MBOV-route. De MBO-verpleegkundigen zijn natuurlijk al verpleegkundigen. En hoeven dus niet meer te weten van hoe zit dat vak in elkaar? Waar kom je zo te werken? Dat heb je allemaal al gehad. Dus je hebt al een hele grote basis. Dat betekent dat je eigenlijk 1 jaar krijgt. We noemen dat een schakeljaar. Waarbij de overstap van MBO naar HBO theoretisch ingevuld wordt. En dan stap je in het tweede jaar eigenlijk over op de reguliere derdejaarsroute en dan vul je de laatste 2 jaar. Dit wordt niet aan je gevraagd of je deze opleiding wilt volgen in de verkorte variant. Per definitie is het zo, mbo-verpleegkundigen komen altijd in de mbo-verpleegkundige klasse. Ook al zijn het er bij spreken maar 5, is niet zo, maar als dat zo zou zijn, krijg je deze route. Je wordt dus nooit in de reguliere route geplaatst. Dan de studievereniging Plexus. Ja, dat is een studievereniging, geen studentenvereniging. We hebben een eigen studievereniging voor en door studenten.
ik moet daar wel heel zachtjes bij zetten, dat wij als docenten ook lid mogen worden. En dat is hartstikke leuk. Ze hebben een eigen bestuur en ze hebben een aantal commissies. Het zijn studenten door de jaren heen. Het zal je niet verbazen dat er vooral ook feesten is. Daar hebben ze een feestcommissie voor die gedurende het jaar allerlei evenementen organiseert. Galafeesten, themafeesten. Daarnaast hebben ze een activiteitencommissie, activiteiten in en rond school. Dingen te doen. Dat varieert van uitstapjes het land in, bowlingavonden, karaokeavonden. Je kunt dus gek niet bedenken wat ze allemaal verzinnen. Wat ze ook doen, is studiebegeleiding. Dus ouderejaarsstudenten begeleiden eerste en tweedejaarsstudenten als ze moeite hebben met een bepaald onderdeel van de studie. Of het studeren op hbo-niveau. Zij bieden dat gratis aan, vinden het hartstikke leuk om je mee te nemen. Stel, je hebt bijvoorbeeld geen biologie en je hebt wat moeite met anatomie en fysiologie. Meld je bij de studiebegeleidingscommissie en zij zoeken een student die dat heel goed uit kan leggen. En het leuke is, alles wat jij aan stof moet krijgen, kennen zij al. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Daarnaast heb je ook een commissie die jaarlijks 1, soms 2 symposia. Dan worden de sprekers uitgenodigd vanuit het land die wat kunnen vertellen over een bepaald onderwerp. En een grijscommissie. Zoals je ziet, er is elk jaar een wintersportactiviteit. Daar kun je ook aan deelnemen. En de commissie waar je misschien in eerste instantie mee te maken krijgt, is de introductiecommissie. Studenten regelen de introductie van de HBOV. Nou moet ik er wel bij zeggen dat op dit moment de introductie even ter discussie staat door corona. Maar hou je vast, er komt een introductie op welke manier dan ook. Wil je lid worden van Plexus? Nou, ze weten je te benaderen. Ik zou zeggen, doe het. Daarnaast nog iets. Nee, daar kom ik straks op terug. Even geduld. Kijk, daar is die. Studeren aan de HBOV kost natuurlijk ook geld. En vaak vragen ouders van wat kost zo'n opleiding nou? Nou, eigenlijk betaal je 3 soorten kosten. Collegegeld, dat is gewoon landelijk vastgesteld. Ik zeg circa 1000 euro, het zal misschien iets meer zijn. Ik heb dat duidelijk bijgezet in het eerste jaar, want dit is de helft van het collegegeld wat je eigenlijk betaalt. Eerstejaars betalen maar 50%. Want het kan zijn natuurlijk halverwege het jaar dat je denkt van weet je, dat verpleegkunde leek me wel leuk, maar ik wil toch iets anders doen. Of dat je misschien een andere studie liever gedaan had waar je uitgeloot bent en dat je vervolgens het jaar erop toch nog weer verder wilt studeren op een andere plek. Vanaf het tweede jaar wordt het ongeveer 2000 euro. Dat moet je gewoon betalen, dat is je collegegeld. Daar gaan wij niet over, dat wordt landelijk bepaald. We vragen je wel een eenmalige kosten van 100 euro voor de hele opleiding. En dan mag je dus alle materialen die je gebruikt in het vaardigheidsonderwijs voor gebruiken. Je krijgt lessen in het vaardigheidsonderwijs waar je instructie krijgt, waar dingen uitgelegd worden. En vervolgens mag je in het praktijkhuis oefenen zoveel je wilt. En als je denkt van nou snap ik, dat kun je wel, dan maak je een afspraak met een docent. Sorry. En die... die gaat dan kijken of je het kunt en dan wordt het afgetekend en dan mag je verder. Maar dat betekent dus dat we dus voor heel veel studenten spuitjes moeten hebben, verbanden moeten hebben, verzinnend allemaal, katheters, zondes en die kosten geld. Eenmalig betaal je daarvoor en dan mag je onbeperkt die spullen gebruiken. Dan de boeken. Ja, dat zijn nog een forse bedragen. En als je... op Studiestore gaat kijken, dat is zeg maar onze digitale boekenlijst, dan staan daar een heleboel boeken. Waarom is nou het eerste jaar zoveel duurder dan die andere jaren? Nou, dat komt omdat je in het eerste jaar boeken aanschaft die je in het tweede, derde en vierde jaar ook nog gaat gebruiken. Dus daarom zijn de boeken in het eerste jaar echt het duurst, het meest. En studieboeken zijn nou eenmaal duurder dan gewone boeken. Ik raad je altijd wel aan om niet gelijk die hele lijst in te kopen, zoals je dat op de middelbare school doet. Nee, kijk gewoon welke boeken heb je in het eerste blok nodig, welke boeken heb je in het tweede blok nodig, en schaf die boeken aan. En je kunt ze gewoon ook online bij bol.com of weet ik wie wat bestellen. Dus
ga niet gelijk voor die 900 euro, want als je dat wel doet, en je stel dat je met kerstmis erachter komt dat verpleegkunde toch niet je vak is, heb je wel van 900 boeken gekocht. Daarnaast zijn er ook mensen die afstuderen of mensen die gedurende opleiding overstappen naar een andere opleiding, stoppen met de HBOV. Zij zitten ook met boeken. Via Plexus, de studievereniging, kun je kijken wie boeken aanbiedt. En ik raad je altijd aan, als er tweedehands boeken zijn, ga daar naar kijken. Het scheelt je een hoop geld. Heb je dan de juiste versie? Heb je dan de juiste druk? Vraag dat aan de docent aan het begin van het schooljaar. Van welke boeken moet ik nu hebben? En als je in de eerste week je boeken nog niet hebt, is het geen punt. Vanaf de tweede week heb je ze pas nodig. Dus ga vooral ook met docenten die voor de klas staan vragen van wat heb ik nu nodig. Mocht je nou na al deze informatie denken van ja, HBOV in Nijmegen, dat lijkt me wat. Dan gaan we over naar hoe meld je je dan aan? Nou, dat doe je als volgt. Je gaat naar han.nl/aanmelden. Dan zie je een overzicht van alle opleidingen die we hebben. En je kiest voor verpleegkunde voltijd. En dan gaat de studiekeuzecheck plaatsvinden. Daar moet ik even wat voor zeggen. We hebben binnen de HBOV geen selectie meer. Dus als je voldoet aan de basiseisen, namelijk een geldig diploma, ben je welkom. Maar je moet nog wel een paar dingen doen. Op het moment dat je dus bij voltijd HBOV inklikt, krijg je een vragenlijst van de opleiding. Die moet je invullen en die verzend je dan op dezelfde site en die komt dan bij ons binnen. Dan word je uitgenodigd voor een gesprek en dat doen we in groepjes. En dan gaan we gezamenlijk nog eens kijken van lijkt het je echt een leuke opleiding. Maar in tijden van corona doen we dat niet. Dus we houden het nu bij de vragenlijst. Die vragenlijsten komen bij ons binnen, die kijken wij door en op basis daarvan moeten wij een advies geven. Dat advies, dat krijg je. En er zijn in wezen twee adviezen. Iedereen is welkom. Je kunt een positief advies krijgen, dan krijg je een mooi verhaal terug. Hoe het precies staat, weet ik niet, maar komt erop neer van joh, wij zien het zitten, zie jij het nog steeds zitten, welkom op de opleiding. Of op basis van de vragenlijsten zien we een of meerdere dingen waar ze zeggen, joh, je bent nog steeds welkom, maar hou er wel rekening mee dat je misschien in het begin dit of dat extra moet doen. Dat wordt daarin vermeld. Dat advies krijg je en dan ga je via han.nl mijn aanmelding vervolgens de procedure afwegen. Heb je nou na al deze informatie toch nog vragen of vind je het gewoon leuk om zaterdag of zondag met ons contact op te nemen, dan kan dat. Via de site kun je aanmelden voor een chat. En ik zeg, ga vooral ook met studenten in gesprek. Want mensen die je hier ziet, dat zijn drie exemplaren die bij ons rondlopen, die kunnen vertellen hoe zij het vinden. Ik kan wel heel leuk vertellen hoe de opleiding in elkaar zit, maar zij kunnen je veel meer informatie geven over hoe het nou is om als student hier rond te lopen. Wellicht zien we elkaar op een of andere manier zaterdag of zondag weer terug. In ieder geval bedankt voor je aandacht en tot ziens.